In de afgelopen video hebben we het gehad over de extra instellingen die er beschikbaar zijn binnen WordPress. En in deze wil ik het hebben over de algemene instellingen en de best practices om deze verschillende instellingen te gebruiken. En laten we beginnen bij het uh, kopje algemeen. En over deze verschillende instellingen hebben we het in de introductie over het dashboard ook al een beetje gehad. Maar ik ga nu even iets uitgebreider toelichten waar deze dingen voor zijn. Um, de optie hier heb je onder andere om je website-titel in te stellen, die momenteel staat op Nick's blog En de ondertitel is: Oh my god, awesome. Die op, dit, uh, op deze manier worden weergegeven, zoals je hier kunt zien. Uh, die kun je heel simpelweg aanpassen op deze plek. Um, daarnaast is dit het webadres dat, um, en de WordPress-URL um, WordPress uh, waar je website op draait. Het is niet aan te raden dit zomaar aan te passen. Uh, dit kun je het beste zo laten staan. Maar, um, ja, mocht je dit ooit aanpassen, dan um, is dit de plek in ieder geval waar je dat kunt aanpassen. Maar, zoals eerder gezegd, verander het vooral niet. Omdat het uh, eigenlijk zorgt voor een hoop problemen in de meeste gevallen. Want je kunt niet zomaar 1, 2, 3 je uh, URL veranderen. Het e-mailadres, wat hier staat aangegeven, in dit geval is het mijn uh, standaard e-mailadres. Hier kun je een, een e-mailadres invullen en naar dit e-mailadres stuurt WordPress standaard de updates en berichten. Dus dat betekent dat als iemand een reactie heeft geplaatst of, je, of er is iets, een nieuwe update of dat soort dingen beschikbaar, dan stuurt WordPress automatisch naar dit adres een, een notificatie. Um, hier gaat het ding over, over lidmaatschap en uh, registraties. Dat is de vraag of iedereen kan uh, registreren. Um, en vervolgens um, welke rol een nieuwe gebruiker krijgt als hij zich registreert. Dus in de meeste gevallen is dat gewoon abonnee, maar dat kun je eventueel veranderen. Abonnee zorgt er eigenlijk voor dat iemand wel kan lezen, maar niet kan schrijven. De tijdzone kun je hier invullen. In ons geval is dat meestal UTC plus 2. En hier kun je de datum en etcetera. Meestal gewoon de bovenste uh, notering. En de tijdnotatie kun je hier. En in ons geval is dat vaak ook de bovenste. En de week begint op maandag wijzigingen opslaan. En op die manier heb je dan in ieder geval deze gegevens uh, goed ingesteld. Dan heb je dan nog de schrijven tab. En bij schrijven er uh, staan een aantal functies hier de postformatting zoals ze dat noemen um, ja hier kun je eigenlijk aangeven of je emoticons wil gebruiken oftewel smileys die je ook vaak op je telefoon gebruikt of dat je de um, standaard uh, dingen wilt gebruiken en daarnaast uh, heb je de optie om een standaard categorie aan te geven voor om nieuwe berichten in te plaatsen dus stel dat je geen Categorie hebt geselecteerd als je een nieuw bericht hebt gemaakt. Dan is dit de standaard categorie waar deze in geplaatst wordt. En de volgende optie die je hebt is om nou, een berichtformaat aan te geven. Ja, allemaal niet zo heel interessant. En uh, standaard link categorie, ook niet zo boeiend. De publiceer dit knop hebben we het de vorige keer uitgebreid over gehad. En de twee overgebleven opties zijn om berichten via e-mail. Uh, direct online te kunnen zetten of te kunnen publiceren. En wat je kunt doen, is uh, je e-mailadres hier opgeven en vervolgens de inlognaam, wachtwoord, etc. te gebruiken. En dan kan WordPress op die manier naar uh, de berichten die daar, deze e de, dit e-mailadres worden gestuurd, automatisch omzetten in een nieuw bericht. En dit kan ontzettend handig zijn. Wat wel handig is, is om. Um, de zorgen dat dit een geheim e-mailadres is. Puur en alleen omdat WordPress om dezelfde tijd uh, checkt en echt alles uh, vervolgens omzet in een bericht. Dus laat dit vooral niet je standaard e-mailadres zijn waar je een heleboel e-mail op krijgt, want ja, dat uh, schiet natuurlijk niet op. Maar dat kun je op deze manier uh, dus gebruiken. Um, WordPress geeft zelfs hier uh, wat suggesties aan die je kunt gebruiken um, als e-mailadres zijnde. Dus dat je bijvoorbeeld deze. Uh, tekens gebruikt deze reeks. En dan add uh, jouw domeinnaam.nl. Op die manier kun je eigenlijk een uh, apart e-mailadres maken voor uh, WordPress. Waar je dan berichten naartoe stuurt die je mag omzetten in posts. Als allerlaatste heb je hier de uh, update services. En wat die, wat die update services doen, is eigenlijk: uh, die sturen een ping. waardoor um, ja, WordPress eigenlijk automatisch een update geeft aan verschillende services dat er een nieuw bericht online staat. Dit is onder andere handig om uh, zoekmachines op de hoogte te stellen en um, dat ze sneller naar je website toekomen om uh, eventuele nieuwe berichten te indexeren. Dus uh, daarvoor wordt dit gebruikt. Daar kun je eventueel service aan toevoegen, maar daar gaan we het in dit geval eventjes niet over hebben. De volgende functie is lezen. En hier hebben we het ook al een keer uh, kort over gehad, maar hier kun je instellen welke startpagina je wilt gebruiken. Of je de laatste berichten wilt weergeven, of dat je een specifieke pagina wilt selecteren. Uh, hoeveel um, berichten je wilt tonen op je uh, blogpagina's. Wat het maximum daarvoor is. In dit geval staat die standaard op 10. Uh, nou, mogelijkheden om je RSS-feed aan te passen. Uh, zoekmachine zichtbaarheid en je kunt kiezen om uh, zoekmachines te blokkeren um, en dus dat je je site eigenlijk tussen aanhangingstekens geheim wil houden het ding is dat uh, uiteindelijk je hebt daar niet volledig de eigen controle over omdat zoekmachines eventueel ook zelf je website kunnen vinden maar dit zorgt er in ieder geval voor dat um, ja, je standaard uh, niet de voorkeur geeft om het te indexeren um, nou, ik zou niet weten waarom je het doet, tenzij je wil dat niemand je blog uh, leest en kan vinden. Um, dan heb je hieronder heb je nog uh, follower settings, maar deze zijn mogelijk niet zichtbaar als je Jetpack niet hebt geïnstalleerd. Dus Jetpack is de plugin die we hebben geïnstalleerd. En aangezien dat niet standaard bij iedereen is, zal ik daar voor de rest niet op ingaan. Maar hier kun je dus wat dingen daarvoor aanpassen. Vervolgens uh, kijken we naar uh, reacties. En ook hier zijn een aantal dingen uh, toegevoegd via Jetpack. Um, maar je hebt hier dus onder andere bericht, of, uh, reactie-instellingen waar je verschillende uh, opties kan aanvinken en uitzetten voor uh, reacties. En nou, we staan hier uiteindelijk. Dit kun je aanpassen naar je eigen voorkeur. In de meeste gevallen laat ik hem altijd hierop staan. Uh, het enige wat wel handig is, is uh, dit wat je hier uh, hebt staan. Dat is mijn e-mail wanneer iemand uh, een reactie heeft gevraagd, Een reactie wacht op moderatie. En voor een reactie verschijnt, een administratie uh, administrator moet de reactie altijd toestaan. De afzender moet een eerder toegelaten reactie hebben geplaatst. Nou, hier kun je dus eigenlijk aangeven hoe je wil dat reacties geplaatst worden. En het kan wel irritant zijn uh, op sommige websites, namelijk ik draai daar... Waar mensen bijvoorbeeld heel veel reacties geven. Of waar dan is het wel vervelend om elke keer dat iemand um, een reactie plaatst om daar een notificatie van te krijgen. Dus in die gevallen kun je het uitzetten. Maar het is zeker in het begin is het wel handig als je wil reageren op nieuwe mensen. Om dat nog even zo aan te laten. Um, nou, voordat een reactie verschijnt. Uh, kijk, je kan het zo zetten dat elke reactie, dat jij die moet goedkeuren. Maar je kan het ook instellen dat. Um, ja, dat het altijd toegelaten wordt, dan kan je deze uitzetten. Maar je kan ook doen dat de afzender één keer goedgekeurd ge... goed moet zijn. En dat hij vervolgens de volgende keer dat hij een reactie plaatst. Dat hij uh, gewoon er standaard door mag. Uh, dat is meestal de functie die ik laat staan om zo goed als het kan. Spam te voorkomen. Um, hieronder staan vervolgens weer wat uh, jetpack instellingen. Uh, waar we het dus nu niet al te veel over gaan hebben. Maar. Uh, en het wijst zich allemaal grotendeels vanzelf. Je hebt hier een, een zwarte lijst nog waar je uh, mensen uh, hun naam, e-mailadres, IP-adres en dat soort dingen kan toevoegen. Zodat je die automatisch kan blokkeren en dat soort dingen. Dus um, dat, dat zijn gewoon wat uh, specifieke instellingen die je naar je eigen hand kan omzetten. Wat betreft reacties. Dan heb je nog media. En media dat gaat eigenlijk met name over de instellingen van afbeeldingen. Uh, hoe groot die moeten zijn. Thumbnails zijn de kleine uh, afbeeldingen. En uh, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik verander vrijwel nooit wat aan deze instellingen. Omdat het meestal uh, vanzelf al vrij goed gaat. Maar uh, mocht je instellingen willen veranderen, dan kun je dat hier dus uh, doen. Uh, de bestanden worden automatisch geüpload naar uh, deze map. Uh, deze kun je veranderen eventueel. Uh, en wat hier uh, wordt aangegeven is upload bewaren in mappen op basis van maand en jaar. En dat is wel handig wanneer je uh, uh, afbeeldingen wil terugvinden. Dus dat je in ieder geval gefilterd is op uh, jaar en maand. Anders wordt het gewoon één hele grote brei van afbeeldingen en dingen. En dan is het ontzettend lastig om nog iets terug te vinden. Dus ik zou dit vooral aan laten staan. Dan komen we op een gedeelte permalinks en dat is iets wat veel uh, voor verwarring zorgt bij een hoop mensen aangezien het niet heel erg duidelijk is wat het nou precies inhoudt. Maar het is uiteindelijk is het vrij simpel en het is ook wel vrij belangrijk, zeker wat betreft uh, zoekmachine optimalisatie, dat je dit uh, op de, de quote-unquote juiste manier doet. Um, in veel gevallen staat die standaard op deze ingesteld uh, en dan krijg je de dan krijg je bericht gewoon een uh, specifiek nummertje en uh, dat is eigenlijk de de meest slechte manier om het te doen en er zijn een aantal andere manieren om het te doen maar de meeste uh, zoekmachine experts zijn het erover eens dat je het beste voor uit de voeten kunt met uh, de berichtnaam te gebruiken dus gewoon je standaard domeinnaam en vervolgens de naam van het bericht en vervolgens die te optimaliseren voor uh, verschillende zoekwoorden. Uh, maar om maar even een voorbeeld te geven, uh, wat er gebeurt, momenteel uh, staat hij op een aangepaste structuur waar de categorie hier er eerst voorkomt. Dus in dat geval staat hier: uh, oh, dit doe ik even fout en dan. Dan staat er uh, op deze manier staat het ingesteld. En oh, op deze manier. Um, staat het dan ingesteld. En wat het eigenlijk als effect heeft, is dat als je hier in de adresballen kijkt, dan zie je dus dat het eerste domeinnaam wordt gegeven. Dat vervolgens hier de categorie wordt genoemd. En daarna de titel van de post, namelijk nieuwe titel. En je ziet dan ook dat die hier staat in de categorie tweede. En. Dat is dus ook de categorie waar die in dit geval onder valt. Dus dat is de aangepaste structuur waar die in dit geval op staat. Maar wat ik eigenlijk het liefst wil, is dat hij gewoon de berichtnaam gebruikt en dat hij uh, op die manier uh, wordt gepost. Dus op dat moment je slaat de wijzigingen op. Ga uh, eventjes naar de homepage. En dan zul je zien dat wanneer we daar naartoe gaan, dat hier in de adresbalk dat de categorie weg is. En dat hij alleen nog maar de postnaam gebruikt. Dus dat is bij voorkeur uh, de beste instelling die je kunt gebruiken. Maar ja, mocht je het op een andere manier willen doen, mocht je uh, een, bepaald, een bepaalde functie ervoor willen gebruiken, nou, ge dan kun je een van deze dingen gebruiken of zelf een aangepaste structuur doen. Uh, wat je overigens niet moet doen. Is hier zelf maar gewoon wat dingen intypen. Je moet wel echt. Uh, hierbovenin staat ook een link naar de diverse tags die beschikbaar zijn. Die zul je moeten gebruiken. Je kunt hier niet zelf zomaar een, uh, iets voorzetten of iets achter noemen. En dat dan gebruiken. Want dan loopt alles in de soep. Dus uh, gebruik dan alleen de diverse tags die er beschikbaar zijn. Uh, of gebruik de standaard dingen die hier zijn. En bij voorkeur gewoon de berichtnaam. Dus um, ja, dat is het eigenlijk wat dit betreft. Um, deze opties, nou, die laat uh, ik je niet aan deze te gebruiken. Uh, de overige functies die er zijn, uh, dit is een standaard iets wat wordt, momenteel wordt gedaan door een installatie die, die limiteert het aantal uh, beschikbare logins. Dus iemand die van een extern uh, adres probeert toegang te krijgen tot jouw. Uh, WordPress-installatie die probeert die te uh, zoveel mogelijk te blokkeren. Dus als het een aantal keer, uh, dit is niet standaard meegeleverd bij elke installatie, maar de, uh, dit zit er tegenwoordig wel vaker bij als je deze automatisch laat installeren. Dat is, uh, nou, ja, dit hier geeft weer hoeveel blokkades er actief zijn, uh, wanneer die blokkade moet worden ingesteld, etc. Dus um, Mocht je dit geïnstalleerd hebben, dan kun je hier nog even naar kijken. En de delenfunctie is, als ik het goed heb, alleen maar beschikbaar wanneer je jetpack hebt geïnstalleerd. En dit gaat ook weer over verschillende social media-sharing-dingen. Maar um, ja, we kunnen daar heel uh, uitgebreid op ingaan. Maar in dit geval uh, is dat niet nodig, puur en alleen omdat. Niet iedereen de jetpack plugin zal gebruiken. En als je dat wel gebruikt, wijst het zich vrijwel vanzelf. En kun je hier zelf een beetje mee spelen. Maar dat is dus wat betreft uh, de instelling. En dat brengt ons ook uiteindelijk bij de afronding van deze volledige WordPress beginnershandleiding. Of eigenlijk de tour door het administratiegedeelte van WordPress. En dat wou ik gewoon zeggen. Ik uh, hoop dat je, het, uh, dat je er veel aan hebt gehad. Dat je. Uh, Lekker aan de slag gaat met WordPress, en dan wens ik je heel veel succes bij het uh, opzetten en onderhouden van je uh, nieuwe website. En ik zou zeggen, als laatste, check af en toe even terug, want ondanks dat deze uh, beginnershandleiding nu tot een uh, einde is gebracht, komen er wel regelmatig nieuwe uh, artikelen, nieuwe uh, video's en handleidingen bij zodat je ook over andere functies van WordPress, etc. Uh, nieuwe dingen kunt ontdekken. Dus dat was hem voor deze uh, handleiding, en ik zie je graag een keer terug.